Het Maritiem Museum is gevestigd in een prachtig gerestaureerd historisch gebouw. Van binnen lijkt het op een schip, met loopplanken en railings. Natuurlijk heeft alles hier met scheepvaart te maken, want zonder scheepvaart was de kolonie Curaçao er nooit gekomen. Er was Willemstad nooit gebouwd zoals het gebouwd is. Zonder scheepvaart was er ook geen slavenhandel geweest. De grote schaduwzijde van de vroegere kolonie. Curaçao importeerde Afrikaanse slaven voor het werk op de plantages of voor doorverkoop via slavenmarkten. De slavenhandel bestaat gelukkig niet meer. Maar schepen zijn voor dit eiland nog net zo belangrijk als vroeger. Het museum organiseert rondvaarten door de hedendaagse haven. We vertrekken vanaf de handelskade en varen onder de torenhoge Koningin Julianabrug door naar het Weidse water van het Schottengat. Hier valt meteen de grote raffinaderij op, vroeger van Shell, maar tegenwoordig in Venezolaanse handen. Aan het Schottengat liggen verder de containerhavens waar de lading wordt gelost en droogdokken voor scheepsonderhoud en reparaties. We varen terug richting Punda, weer onder de Julianabrug door, die zo hoog is omdat ook de grootste schepen er onderdoor moeten kunnen. Bij de haven van Willemstad ligt het museum Cura Hollanda, op de plek waar ooit de Nederlandse ondernemers de tot slaaf gemaakte Afrikanen samen met andere commerciële goederen verhandelden en verscheepten. Het thema van dit museum is dan ook de transatlantische slavenhandel, het gevangen nemen van de slaven in Afrika, het transport naar de kust, de barbaarse verschepingen en de slavenarbeid die ze moesten verrichten in de nieuwe wereld.
Er is ook een Afrikaanse collectie die de cultuur van de landen van oorsprong belicht. Cura Hollanda betekent Hof van Holland. Dit schitterend gerestaureerde hoekje van Outrabanda geeft een goede indruk van de aantrekkelijke historische bouwstijl. Het Curaçao Museum is gevestigd in het oude militaire ziekenhuis. Prachtig monumentaal pand uit 1853. De collectie toont meubilair, voorwerpen en kunst vanaf de 18e eeuw tot heden. Hoogtepunten zijn de schilderijen van bekende lokale en internationale artiesten. Wie met de auto de noordelijke stadsdelen van Willemstad bezoekt, zal af en toe langs het enorme terrein van de grote raffinaderij rijden. De raffinaderij werd in 1917, dit jaar precies 100 jaar geleden, door Shell in bedrijf genomen. Voor de raffinage van in Venezuela gevonden aardolie. In 1985 werd de bedrijfsvoering overgenomen door het Venezolaanse bedrijf PDVSA. Het Nationaal Archeologisch en Antropologisch Museum vraagt met de expositie 100 jaar raffinaderij in Curaçao ook aandacht voor de vervuiling die het bedrijf heeft opgeleverd. Tot op de dag van vandaag hangt er veel stank in de omgeving. Sterven er elk jaar mensen aan de gevolgen van de luchtvervuiling? Al sinds de Tweede Wereldoorlog ligt er een enorm bassin met smerig afval te wachten om opgeruimd te worden. Steeds meer eilandbewoners zouden de raffinaderij het liefst vandaag nog gesloten zien en de prachtige plek aan het Schottengat een andere bestemming geven. Een serie oude foto's en posters geeft een kijkje in het Curaçao van vroeger tijden.
De laatste jaren is het toerisme een steeds belangrijker bron van inkomsten geworden.